Goedenavond, dit is het Heuveland Nieuws van donderdag 6 april. In een weiland in Waalwieler zijn vorige week twee schapen dood aangetroffen. Eerst dacht de eigenaar dat dat door wolven kwam, maar al snel constateerde een expert dat het met een mes gebeurd moet zijn en dat de dieren dus door menselijk handelen om het leven zijn gekomen. En niet door een wolf. Een wolf pakt geen twee schapen en eet die dan helemaal op en laat ze naast elkaar liggen. Zo werkt dat niet. En deze dieren die waren alle twee geslacht. De acht pootjes die lagen mooi bij elkaar. De twee koppen die lagen een meter verder. En alles was meegenomen behalve de darmen en de maag. Die hadden ze laten liggen, maar alles wat eetbaar was is meegenomen. En dat is duidelijk geslacht. Het is wel vreemd. Gebruikelijk is om een schaap te doden met een apparaat wat op het hoofd wordt gezet. En dan komt er een pin uit waardoor het dier direct doodgaat. Deze dieren die zijn met een mes geslacht. Je kunt duidelijk zien een grote plas bloed die er nog was, dat ze met een mes de keel hebben doorgesneden. Het hoofd wordt verder intact. We weten het niet. Carlo Lennarts is 23 jaar, komt uit Waalwieler en is chef-pâtissier. Hij maakt luxe gebakjes voor onder andere sterrenzaken en grote evenementen. Hij behaalde de derde prijs tijdens het Dutch Pastry Awards. En nu is hij toegetreden tot het Dutch Pastry Team. Van kind af aan wist ik dat ik dit al wilde worden. Zoals ik heel erg jong was, deed ik met mijn vader koken en met mijn oom en mijn moeder altijd bakken. Zo is mijn passie eigenlijk ontstaan voor het vak. Ja, op school ben ik er eigenlijk ook doorgegroeid. Ik heb eerst op het Herlo College gezeten en daar heb ik wel echt het vak geleerd. En vanuit daar ben ik intern naar Hasselt gegaan, dus naar België. En daar ben ik echt ontplooid tot wie ik ben geworden en heb ik echt de kneepjes van het vak geleerd. Carlo is niet zomaar een normale bakker. Hij is pâtissier en dat is toch andere koek. Een pâtissier die doet eigenlijk meer de verfijnde kneepjes, de kleine dingetjes, de details op het gebak. En iets meer smaak brengen naar één gebakje toe. Bij een vlaai kun je kiezen uit rijst of abrikoos. Maar bij een gebakje die wij maken, daar kun je verschillende smaken in. Echt heel verfijnd en dat is het leuke wat ik aan patisserie vind. Kijk eens, mooi er even boven het ding. In maart heeft Carlo meegedaan aan de Dutch Pastry Awards in Gorinchem. Al drie keer heeft hij hier aan meegedaan en dat is een droom die uitkomt. Om hier in de prijzen te vallen is er natuurlijk veel voorbereiding nodig. Ik doe natuurlijk elke dag mijn vak uitoefenen. Dus heel veel bezig zijn met patisserie. Alleen maar proberen beter te worden. Dat is hoe ik eigenlijk naar deze wedstrijd heb toegewerkt. Ik heb al twee keer aan de wedstrijd mee te doen. En aan de wedstrijd die je meedoet moet je een showstuk maken. Een eetbaar showstuk. Dus van chocolade of van suiker of maakt niet uit wat. Als het maar eetbaar is. En je moet zorgen dat je een aantal taarten moet maken. Die de jury dan kan beoordelen. En de beste die dit gedaan heeft, die mag dan toetreden tot het team. Carlo hoopt ooit nog mee te doen aan een wedstrijd op wereldniveau. Ik hoop ooit nog wel een andere wedstrijd mee te doen op wereldniveau. Maar voor nu vind ik het eventjes goed zo. Ik probeer natuurlijk andere mensen ook te inspireren in het vak. En voor het team een aantal dingen doen. Workshops, masterclasses. Dat vind ik leuk om te doen. En ik denk dat mijn toekomst zo een klein beetje gaat uitzien. Ja. De gemeente Valkenburg aan de Geul wil het Kuurpark op de Kouwberg een facelift geven. Het park dat er nu sober bij ligt, moet in een nieuwe vorm mens, natuur en economie bij elkaar brengen. Ja, wat we willen gaan renoveren is dat we het Kuurpark willen inrichten voor een plek waar natuur, mens en economie bij elkaar komen. Daar ligt een filosofie te grondslag ten aanzien van Valkenburg-West. Hoe gaan we dat verder ontwikkelen? We willen inzetten op vitaliteit en bewegen. Dat is ook een van de uitgangspunten, waardoor we eigenlijk komen tot een plan om wandelen, mountainbiken en een stuk natuur in balans te brengen op het Kuurpark.
Het is nog niet duidelijk waar de kunstwerken van het Kuurpark naartoe gaan. Samen met de Kunst- en Cultuurraad is wethouder Kevin Rouet in gesprek om te kijken waar de kunstwerken kunnen worden geplaatst in Valkenburg. Of het Kuurpark dezelfde naam blijft behouden, is nog maar de vraag. Het Kuurpark is eigenlijk een benaming die vanuit vroeger is gegeven. Toen de tijd we nog de filosofie van Bad Valkenburg hadden. Met alle kuurmogelijkheden die onze mooie gemeente zou moeten aanleveren. Ja, dat past niet meer bij de filosofie. Maar Kuurpark is wel een bekend begrip. Dus wellicht dat ook inwoners en ondernemers straks, als de plannen bekend zijn en we daar een consensus in vinden, ook kunnen kijken, ja, wat is geschikte naam voor die omgeving. De politieke partij Brug M wil in onderzoek naar de toekomst van de gemeente Meersen. In het onderzoek moeten 3 scenario's onderzocht worden. Na 2026 zelfstandig door als gemeente, samengaan met een buurgemeente of een grote herindeling in Zuid-Limburg. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek kan de gemeenteraad vervolgens een besluit nemen over de toekomst. Het voorstel wordt in de raadsvergadering van volgende week donderdag besproken. Hoe laten we Vaals samen bruisen? Die vraag staat centraal tijdens een bijeenkomst die de gemeente organiseert op 20 april. De gemeente is bezig met het vernieuwen van het evenementenbeleid en is daarvoor op zoek naar de meningen van Vaalsenaren. In het evenementenbeleid wordt vastgesteld aan welke regels een evenement moet voldoen. Aan de hand van die regels kan dan een vergunning worden verleend. Een nieuw te bouwen loods aan de Bamfordweg in Ulestraten leidde tot commotie onder buurtbewoners. Een advertentie voor verhuur van de loods verscheen afgelopen week op het internet. Voor de gemeente kwam dit als een verrassing omdat het bestemmingsplan van het perceel agrarisch is. Dat betekent dat het bouwen van een loods niet mag. Volgens de gemeente wordt het bestemmingsplan van het gebouw niet veranderd en zal er geen nieuwe loods komen. En dan het weer. Vrijdag is het meestal bewolkt, maar er is ook ruimte voor een enkele opklaring. Er is een kleine kans op een buitje in de middag. Het wordt niet warmer dan 10 graden en in de nacht wordt het 6 graden. De wind komt uit het zuidwesten en later uit het westen en is matig van kracht. Zaterdag is er veel meer ruimte voor de zon en wordt het 14 graden. In de nacht daalt de temperatuur naar 4 graden. Er is nog een kleine kans op een bui, maar het grootste deel van de dag is het droog. De zwakke wind waait uit het noordoosten. Eerste paasdag is het zonnig met af en toe wolkenvelden. Het blijft zo goed als droog. De maximumtemperatuur komt rond de 15 graden uit. De wind is zwak en waait uit het oosten. Ook tweede paasdag blijft het droog, maar is er wel meer bewolking. En tot zover deze nieuwsuitzending. Morgen om 7 uur kunt u kijken naar een nieuwe aflevering van Uitgelicht. Met daarin de nieuwe burgemeester van IJsselmargraten, Ellen Krijnen. Wij zijn er maandag weer om 7 uur met het Heuveland Nieuws. En ik wens je alvast hele fijne paasdagen.